Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag ga ik met Ad wat verder filosoferen over zijn boek De Gezagscrisis. Jelle. Ja, nou leuk weer even samen te zijn. Zeker. In je boek besteed je redelijk wat aandacht voor de notie, aan de notie verbeeldingskracht. Also, jij valt echt met de deur in huis, hè? Ja. Ja. En ik dacht, daar wil ik toch nog wat verder op door. Aha. En het eind zeg je ook wel echt spannende dingen. Door een filosofische bezinning daarop te verketteren als bijgeloof en irrationaliteit, dringen we niet door in deze fundamentele crisis van de moderniteit zelf. De moderniteit, we leven in een seculaire, moderne wereld, ja, waarin religie en mythes er niet meer toe zouden doen. En op verschillende plekken in je boek laat je wel doorschemeren dat er iets irrationeels in de moderne wereld zit. En ook dat er zelfs in wetenschap zelf een veel belangrijkere rol is weggelegd voor de verbeeldingskracht dan wetenschappers doorgaans denken. Aan de ene kant is het wel bekend, hè, Thomas Kuhn of zelfs bij Popper al natuurlijk. Van, je moet je eerst verbeelden wat je hypothese is voordat je die empirisch toetst. Aan de andere kant is het ook een soort van weggestopt natuurlijk. Ja, wat is eigenlijk de context van de ontdekking van onze grote ideeën voordat ze getoetst worden? Dus in die moderniteit zit de verbeelding wel. Wordt er ook een beetje uitgeduwd. Daar wilde ik het verder over hebben. Ja. Je verbindt het echt met grote mythes. Met die van Morpheus en Hypnos. Ja. En ik dacht, laten we eens op die manier beginnen. Van hoe kijk jij naar de verbeeldingskracht als iets wat in de pre-wetenschappelijke benadering van nadenken nog een veel grotere rol heeft? Bijvoorbeeld, dus wat is dat nou, die wat de mens in mythes doet? Wat verbeeldt de mens zich in mythologie? Het is niet alleen maar een soort voorrationele verklaring van de wereld. Dus wat doen mythes en waarom put je daar zo uit? Ja. Ja, kijk, ik denk, het is een hele goede vraag en het raakt ook aan de kern van mijn boek. We hebben, zeker sinds de verlichting, natuurlijk het idee dat er zoiets is als een zuivere rationaliteit. En die rationaliteit in de verlichting die neemt een sterk een mathematische vorm aan. Dus het kunnen meten, het kunnen berekenen. Het kunnen functioneel, mathematisch beschrijven van de werkelijkheid. Een heel belangrijk idee, leidend idee eigenlijk in de opkomst van, je zou kunnen zeggen, de moderne natuurwetenschap. De aanzetten daarvoor liggen bij iemand als Descartes. Werkt door bij Newton, Philosophia Naturalis, Principia Mathematica. Filosofie van de natuur volgens het principe van de wiskunde. En dat heeft eigenlijk een vrij eng beeld opgeleverd van wat rationaliteit is. In mijn boek schets ik natuurlijk ook gewoon de hele praktische overwegingen die je hebt op het moment dat je bijvoorbeeld een beslissing moet nemen. Ga ik wel of niet naar een verjaardag? Of wat voor cadeau ga ik kopen? Of wat doe ik als mijn kinderen stout zijn, of wat doe ik wanneer we conflict hebben binnen een organisatie. En dan, dat kun je niet simpelweg berekenen. Je kunt wel rekenschap afleggen. Maar dat betekent dus dat je op een andere manier gaat redeneren. Het is niet zeker. Je kan ook zeggen dat is wat ik in mijn boek noemde, is de praktische wijsheid. En daarbij is het van belang dat je al ziet dat in die, ook in die praktische wijsheid, met allerlei manieren waarop wij dagelijks eigenlijk met elkaar omgaan, dat wij al in beelden leven. Dus je ziet een verdrietig kind, of je ziet een vriend die aan een depressie lijdt, of die ernstig ziek is. Dat beeld heeft een bepaald soort werking op jou. Of sterker nog, het kan zeggen dat beeld hangt ook weer samen met hoe jij bent ingesteld.
Hè, dus waar je op let of waar je op gericht bent. Hè. Iemand die, die daar niets om geeft, ja, die, die zal dat nauwelijks in beeld hebben of dat beeld doet weinig. Hè. Dat is een, dus het gaat om die beelden, die wijzen zelf weer op, je zou kunnen zeggen, een bron waaruit ik mij dingen op die manier verbeeld of in beeld heb. En dat gaat niet over fantasie in alleen maar als droombeelden. Hè? Dingen, voorstellingen die ik mezelf inbeeld. Maar zoals gezegd, het gaat ook over de werkelijkheid. En dat was eigenlijk al hoe Kant het zag. Hè? Dus op het moment dat ik een wetenschappelijk experiment doe, dan heb ik de werkelijkheid op een bepaalde manier in beeld. Ja? En hij verbindt dat met de verbeeldingskracht. En ook wanneer je dus die zieke vriend ziet, of die stoute leerling, of misschien wel die politicus. En jij reageert daar op een bepaalde wijze op. Dan is dat beeld heeft dus iets gevoelsmatigs. Iets wat iets zegt over hoe jij bent ingesteld. Waardoor je ook het verschil ziet tussen mensen. De een wint zich helemaal niet op. De ander wordt juist bevangen door enorme woede. Nou, en wanneer je nou dus één stap terug gaat, dan zie je dus dat hoe ik dus kijk, dat hangt samen met wat mij, zou ik kunnen zeggen, wat mij constitueert. Dus wat mijn aard is. Hè? Een driftig iemand die ziet heel snel hoe een ander hem beledigt of vernedert. En ik kan zeggen, maar wat hij niet, vaak niet ziet, is zijn eigen drift. Ja, hij ziet vooral daar. Ja. Dus, en je zou ook... Ik ben bijna klaar. Ja. Dus, wat je kunt zeggen, in die mythische wereld, want dat was je vraag, is in de geschiedenis, in zekere zin, ook geprobeerd om die dimensie waarin ik iets op een bepaalde wijze zie en daar op een bepaalde manier op reageer, maar ook hoe ik mee resoneer met natuurverschijnselen. Want 's nachts ga ik slapen of zit ik in een andere stemming. In de winter voel ik me anders dan in de zomer. Eigenlijk die sferische bewogenheid, zoals ik het wel placht te noemen, die wordt eigenlijk zelf, die wordt zelf in beeld gebracht. Dus je verbeeldt dat wat vooraf gaat, in zekere zin, aan die concrete beelden. Ja, en dat is namelijk, zoals bij die driftige persoon, hij is in de ban van, je zou kunnen zeggen, van die drift. Ja, in de mythe wordt dat ook gethematiseerd, wat je in de natuur, maar ook in mensen, in gemeenschappen, eigenlijk aan dynamiek, aan krachten ziet, van waaruit je concrete verschijnselen, of wat doe ik voor die vriend, of wat doe ik voor oog in oog met gevaar, kunt begrijpen. En dat is dus, wat ik doe, is eigenlijk die stap terug. En ik wil, maar dat heb ik in dit boek nog maar spaarzaam gedaan, maar ik wijs erop, maar ik was natuurlijk bezig met Schaduwen van Vrijheid. Om als het ware die onderstroom, om die te benoemen en zichtbaar te maken. Ja. Ja, mooi en ook heftig. Even twee dingen waar ik op wil reageren. Eén een beetje meer aan het begin van je verhaal net. Misschien je opheldering daarop, dat als ik zelf terugkijk dus naar het begin van de moderniteit en de filosofie daar, dan zie je dus dat bijvoorbeeld bij Descartes, die maakt een onderscheid tussen de wereld, dat wordt gewoon res extensa, dus ja. Dat is de dode materie, de wereld waar wij in staan en wij zijn dan de res cogitans, wij denken na, wij hebben verbeeldingskracht, ja. Wij hebben het vermogen tot nadenken. En eigenlijk ontstaat daar dus het idee van de natuur, ja, die is verder niet bezield. Maar ook de wereld is dat verder niet per se. De instituties of zo. Het is de mens zelf die dat heeft.
En als je die lijn zou doortrekken, dan kom je natuurlijk helemaal bij gepersonaliseerde psychologie uit. Bijvoorbeeld bij Freud, of hoe tegenwoordig wordt nagedacht over bijvoorbeeld driften en hoe mensen op anderen reageren. Namelijk heel erg, dat zit in jou. Dus jij kijkt naar, op een bepaalde manier naar mensen omdat je een bepaalde constitutie hebt. Dus een bepaalde karaktertrek, bepaalde frustraties. En als ik jou goed begrijp, dan... je neemt dat mee, zo'n soort beweging in hoe mensen op anderen reageren. En tegelijkertijd zeg je dat die sferische bewogenheid, dat die wel ook weer boven individueel is. Ja. Dus in de eerste plaats is het dus niet zo dat je zegt... die bewogenheid die is gewoon neutraal. Nee, die heeft wel te maken met de seizoenen bijvoorbeeld, of met de omgeving waar je komt. Ja. En in de tweede plaats... maar jij zegt wel weer van ja, het kunnen wel jouw driften zijn die maken dat jij op een bepaalde manier iets ziet. Hè? Dus... Maar het woord drift, we hebben het hier ook al eens eerder over gehad... in het kader van Aristoteles. Hè, dat blijft voor mij natuurlijk altijd een mooi vertrekpunt. Wij zijn geneigd om die drift als een soort natuurgegeven op te vatten. Terwijl als je Aristoteles leest, dan zie je dat zoiets als boosheid... altijd al opkomt in een verhouding tot... Wat Heidegger natuurlijk heeft overgenomen, het idee van in de wereld zijn. Mijn woede is altijd al een in de wereld zijn. En dat betekent dat je dus dat gevoel in dit geval al moet begrijpen in relatie tot een bepaald soort, je zou kunnen zeggen, culturele, betekenisvolle orde. Ik kan boos worden om dingen waar mijn kat helemaal niet boos om kan worden. Omdat ik dus anders zie, ze anders in beeld heb. En daar werkt dus al die verbeeldingskracht. Dat is maar, zoals gezegd, en dat is ook mijn andere benadering ten opzichte van Heidegger... en ook ten opzichte van Aristoteles. Ik probeer in zekere zin dus die... hoe iets in beeld komt, de blik die ik heb... Heidegger spreekt ook over blik bijvoorbeeld... maar hij vraagt niet van wie is die blik? En ik zeg, ja, die blik wijst eigenlijk ook op dat wat in de sfeer van mythe... al op zijn beurt verbeeld. Dus wanneer men ging spreken over Ares bijvoorbeeld... de god van de oorlog... Of over Afrodite. Of heel die problematiek rond de titanen. Hè, de niet-Olympische goden. Dan zie je dus dat er... waarvan Saturnus, die ook in mijn boek best een belangrijke rol speelt... er één is. Of Kronos, eigenlijk voor de Grieken. En die zeggen mij iets over de manier waarop wij mensen tegenwoordig in het leven staan... hoe wij gevormd dan wel misvormd worden... en wat die maatschappelijke sferen en onderstromen eigenlijk voor karakter hebben. Ik probeer dat in zekere zin te articuleren, te benoemen, te beschrijven in een samenhang. Maar in schaduwen ga ik dat ook eigenlijk verder uitdiepen... en hier laat ik vooral die samenhang... zien tussen verschillende verschijnselen. Dat is eigenlijk de methodische beweging. Maar het was onvermijdelijk dat ik ook een stuk over die verbeelding moest opnemen. Nou ja, prachtig. Ja. Ik heb zelf de verbeelding ook wel herontdekt, denk ik eigenlijk, al voordat ik dit las. En het heeft iets te maken met dat... je kunt je ook op dingen bezinnen en dan niet per se rationeel nadenken... maar dan kom je snel in beelden. Hè? Dus als functie van je leven, of van je hoofd, heb je dat. En dat weet je natuurlijk al van het ideale plaatje van de vakantie. Maar je kunt ook tijdens een wandeling in een beeld terechtkomen. Absoluut. Nou ja, het is zeker in mijn omvorming van de fenomenologie... via wat ik in mijn proefschrift ook die etologie heb genoemd. Hè? Dus dat ethos... begrip. Maar die fenomenologie wil ook zichtbaar maken. En ik mijn verwijt bij de fenomenologie is altijd geweest... ze kijkt te veel naar buiten en te weinig naar binnen. Ook in de richting van Heidegger. Ja, dat is voortdurend het verschijnen van de wereld. En ik zeg dat verschijnen moet je zelf... vanuit die dimensie, die sferische dimensie...
begrijpen die dus ook juist naar de ziel wijst. Hè? Zoals waarvan Heraclitus al zegt, niemand kan haar grenzen bepalen. Zo eigenlijk onpeilbaar diep is haar verband. En ik probeer dus iets van die verbanden zichtbaar te maken, juist door ook die in mijn analyse die verbeelding vrij serieus te nemen. En vandaar ook het hele tweede deel. Dus waarin ik eigenlijk, hoe zijn we hier terechtgekomen? Waarin ik eigenlijk aan de hand van allerlei culturele verschijnselen probeer iets van die achtergrond, van die ondergrond zichtbaar te maken. Dus hoe de jongeling opstaat, bijvoorbeeld. En maar ook welke gedaante die jongeling aanneemt in de popmuziek. De ambivalenties, dus zowel in Bob Dylan, waarin een hele sterk mercuriale, geestelijke, geestige uitingsvorm ziet. Versus een Jim Morrison, waar eigenlijk die jongeling ook in een veel donkerder, bijna Hades-achtig of Dionysisch-achtige manifestatie zich laat zien. En hoe dat iets te maken heeft met een cultuur die op drift is op dat moment. Dus dat die jeugdcultuur zo'n gedaante aanneemt. Ja, op drift of een cultuur die zich wil verjongen? Maar waarom wil die zich verjongen? En die zoekt allerlei richtingen op. Hè? En die gaat ook naar de geestverruimende middelen. Weer dat geest, maar dan in een heel andere zin. En raakt zichzelf daar ook voor een deel in kwijt. Nou, ik beschrijf ook eigenlijk die problematiek rond jeugd en jeugdcultuur als een soort lijn die je door heel de vanaf de jaren 60 eigenlijk door onze cultuur ziet heen lopen. En ik denk eerlijk gezegd dat je al verder kunt teruggaan, maar dat was niet het thema van dit boek. Nou ja, je beschrijft op een bepaalde manier wel hoe de moderniteit zelf een nooi aanvang is, een verjongingsbeweging ook daarmee. Maar dat is dan maar meer in de wetenschap, in de verhouding tot religie. En in de jaren 60 is die culturele invulling van de moderniteit dan aan de beurt. Ja, maar wat ik dus interessant vind, is dat we daar dus in de ban raken ook van iets wat we zelf niet goed doorhebben. En ik begrijp dus ook de hedendaagse cultuur, ook vanuit die beelden waar mensen door bezeten worden. Of het nou de apocalyptische ondergang van de aarde is. Hm. Die hoort bij een soort verbeeldingswereld die nu bij menige klimaatparanoia de kop opsteekt. Of het is bij een woke-achtige verbeelding. Dat het hele onderscheid tussen man en vrouw problematiseert, waar je overigens zo'nzelfde mercuriaal thema, hè, denk aan de hermafrodiet. Dat is ook Hermes en Afrodite die samenkomen. Die uitingsvormen, die zie je dus nu echt ook de kop opsteken. En de vraag is, dat is iets voor schaduwen. Wat zegt dat over de manier waarop we zelf bevangen zijn door bepaalde sferische machten, zoals ik het ook wel pleeg te noemen. Ja, je doet toch wel een tipje van de sluier in het boek als je het hebt over in de band van de verbeelding. Bijvoorbeeld wanneer je over Morpheus begint en over Hypnos. Ook de mooie samenhang tussen, als je ergens van in de ban raakt, dat er een soort onredelijke striktheid in je komt, waardoor je ook veel radicaler kan worden. Dan refereer je onder andere aan de Tweede Wereldoorlog en het geweld in de Franse Revolutie. Ja. Ja, maar dat hangt er dus heel erg. Het is een hele specifieke invulling van verbeelding. Hè? Je hebt een utopie dan eigenlijk. Je wil een andere wereld en je bent bereid er offers voor te brengen. Ja, ja, nee, dat hebben we natuurlijk in de westerse wereld natuurlijk regelmatig gezien. Iemand als Spengler die verbindt eigenlijk de westerse ziel als zodanig met een mythisch thema, Dr. Faustus. Ja. Het is niet voor niets dat onze cultuur zich dan natuurlijk, dat die culmineert in technologie. Waarin we de natuur eigenlijk proberen naar ons hand te zetten. Dat is waarin geest en natuur eigenlijk heel dicht op elkaar komen. Maar inderdaad, dus in die moderniteit, maar je ziet het eigenlijk ook al daarvoor, zie je
ook exorcismen, dus uitdrijvingen van dat wat niet gewenst is. Iemand als Foucault heeft daar natuurlijk op gewezen in verband met de moderniteit. Maar ik denk dat je kunt al veel verder terug naar de katholieke kerk en wat daar gebeurde. Neem heel de kruistochten tegen de Katharen en de hele omgang van de Katharen met de lichamelijkheid. Dus het is een trek die sterk in die westerse cultuur zit, of het avondland, zo gezegd. Dat zie je zelfs tot in de kunstuitingen. Hè? De neiging om één stijl te omarmen en dan de vorige stijl te vervloeken of te echt actief te willen vernietigen. Die zie je heel sterk in Europa. Hè? Maar denk je serieus dat andere culturen, de Chinezen of de Griekse beschaving, toleranter waren? Spengler suggereert dat sterk. Het idee, ik neem nu inderdaad de Spengleriaanse gedachte eventjes over, maar die herken ik ook. De radicale vooruitgang. Het idee van dus een nieuwe tijd en al het voorafgaande moet worden gedeconstrueerd en terwijl je bij de Grieken onbekommerd de Dorische en de Corinthische, de Ionische zuil naast elkaar. Allemaal verschillende tijdstijlen. Ik betrok een keer een huis in Leiden en daar hadden ze die oude panelen die je hebt bij een kamer van suite. Die voor de oorlog erg populair waren. Dan had je mooi van die paneelramen en deuren. Maar die hadden ze allemaal in de jaren 50 allemaal netjes afgetimmerd. Ja. Nou, dat is typisch zo'n voorbeeld. Maar dat zie je ook in het groot. Dus hoe dingen worden afgebroken, worden veranderd. Steden dus op die manier worden... voortdurend gemoderniseerd. Gemoderniseerd of heringericht. Ja. En dan is een oude stijl is dan ook uit het heeft afgedaan. Tegelijkertijd zie je ook weer een antiquarische neiging om juist alles van vroeger dan als een soort museumstuk te gaan benaderen. Maar dit zijn twee bewegingen die bij elkaar horen: antiquarisering en modernisering. Maar goed, dat is even een. En dat is een typische manier van omgang met je eigen geschiedenis. Dat is inderdaad anders dan de Grieken. En anders dan de Russen. En dat is iets wat wij doen. En waarvan wij ook het idee hebben dat de manier is. Ik las een stuk in de krant van een wetenschapper die zei... Ja, veel populisten die houden van geschiedenis en misbruiken de geschiedenis. Een van de opbedoelde conclusies daaruit was volgens mij... De correcte mainstream partijen die zijn inderdaad niet bezig met continuïteit met het verleden. Die willen iets nieuws. Ja, ik denk dat is, en dat zie je natuurlijk zeker in de jaren 60. De rest is voor een museum. Dat is de jaren 60 is dat. Dat die breuk eigenlijk met geschiedenis die is natuurlijk heel stevig ingezet. Hey, ik wilde nog vragen om een reflectie over woke en de betekenis van wakker zijn. Hè? Je kent bijvoorbeeld ook Russell Brand wel op YouTube en er zijn andere kanalen. En die heeft het ook vaak over wakker zijn. Hè? Hallo miljoenen volgers, hallo wakkere mensen. Bedoelt hij het niet in de zin van woke, maar ik dacht wel van, omdat je er ook wel wat over schrijft, van die term van wakker zijn, slapen. Ook de film The Matrix, Morpheus, die vaak wordt aangehaald door commentatoren en influencers. Het is natuurlijk interessant dat zo speelt nu. Dat verschil tussen, ben je eigenlijk wel wakker of sluimer je nog? En jij met je boek, jij zegt toch eigenlijk ook van juist heel veel mensen die heel erg rationeel denken, die zijn nog in de ban van een bepaald beeld. Die slapen dus in al hun rationaliteit. Hoe kijk je nou naar dubbele gebruik? Het is natuurlijk opvallend dat het zo aan twee kanten gebruikt wordt überhaupt. Ja, dus dit is een heel stuk, hè? Bladzij 159. En het loopt eigenlijk door tot 161. Afsluiting van in die band van de verbeelding. Ik verbind dat, die hele notie van wakker worden, wakker zijn. Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat het wordt gebruikt, maar het is op dit moment duikt het wel heel sterk op.
En dat vind ik interessant. Dus dat ik ga naar luisteren, zeg maar, naar dat. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dus dat je de toestand waarin mensen nu verkeren, dat de slaap is. Dus dat is de meerderheid is aan het slapen. En je was misschien zelf ook wel aan het slapen. Dus we verkeren in een sluimer. Dus daar verbind ik inderdaad Morpheus en Hypnos aan die toestand. Hè? Dus de Morpheus ook als de dromenbrenger, de vormgevende. En Hypnos inderdaad als slaap. Het is de twee hele in de mythologie van de Grieken. Eigenlijk zitten ze eigenlijk heel dicht aan het begin. Hè, worden verbonden met de nacht en de kinderen van de nacht en zo. Nou, dat soort. Dus in de theogonie, ja. Onder andere. Daar refereer ik aan. Omdat de goden zelf staan hier ook nog aan bloot, om het zo maar te noemen. Elementair zijn ze. In de normale pantheon, zoals we dat kennen van de middelbare school, komt het ook niet echt voorbij. Hè? Maar juist in de populaire cultuur, bijvoorbeeld The Sandman, heb je ook gezien, dacht ik. Ja, daar zit zo'nzelfde. Die verbeeld is echt een aanrader om te kijken trouwens, maar ook in de Matrix. Dus in de populaire cultuur heeft hij wel goed levend nog. Ja, nee, dus dit is ook. Ik ga echt uit van de hele theogonie en die pak ik dan. En juist om dat idee van dat wakker zijn, om dat te duiden. En dat is natuurlijk. In de coronatijd had je ook degenen die wakker waren. Wij vonden onszelf misschien ook wel wakker. Hè? En de anderen die eigenlijk in een slaap of in een sluimer verkeerden. De dreuzels. Dus de term hypnose kwam ook. Door Gustave Le Bon ooit geïntroduceerd, als de dynamiek waar de massa in zit, die kwam ook terug bij Matthias de Smet bijvoorbeeld. Dus die massavorming ook als een soort hypnotische toestand. Nou, en dat geeft eigenlijk ook aan hoe in dat denken van Herakleitos bijvoorbeeld, hoe de polloi of de velen ook bevangen kunnen zijn door beelden. Iets wat bij Plato ook de schaduwen zijn. En je moet omkijken naar de bron van wat die schaduwen werpt. Van de schaduwen van vrijheid. Dus wat werpt dus deze schaduwen? Nou, ik zie in ieder geval die dat opduiken van die notie van wakker zijn. Ook als een indicatie voor de vervreemding van de oude orde. Dus dat je zegt van ja, maar dit is niet meer waarin ik mij thuis voel. Dit hoort niet meer bij mij. Dus als het afscheid van de oude vorm. Zo konden, laten we zeggen, de Marxisten in de 19e eeuw. Wakker worden en spreken over een vals bewustzijn waar de burger in zat. Dus dat is een soort appel op een ontwaken. Nou, en dat kun je dus, zolang je in dat beeld blijft zitten, kun je dat verabsoluteren. Zeggen, oh ja, we zijn nu echt wakker, we hebben nu de waarheid. En ik zeg nee, het is ook een indicatie van een eigenlijk andere beelden die gaan opkomen. Indicatie van een verschuiving in de tijd, waarin de oude verbeeldingswereld die hoort bij een tijd, waarin die eigenlijk aan kracht inboet en een soort zinloos wordt, zijn zin verliest. Wat ik dan in het geval van bijvoorbeeld Marxisme zeg, is dat ontwaken heel sterk via de lijn van het denken gebeurt. Dus denkende constructies. Ja. En ik spreek dus over denkbeelden in plaats van bijvoorbeeld droombeelden of praktijkbeelden. Dus je ziet eigenlijk dat is een type rationaliteit. Het is het denkbeeld dat wel degelijk in een beeldenwereld ook zich voltrekt. En ook allerlei gestalten heeft. Of het nou de analist is of de computer. Of allerlei dingen worden daar hoog gewaardeerd. Maar die horen bij een bepaald type
Ja, die zou je kunnen verbinden ook met zowel Prometheus als Kronos. Goed, dan duiken we daar al in. Die eigenlijk enorme greep krijgen op een waarheidsconcept. En daarmee dus de religieuze verbeelding gaan wegdrukken. Nou ja, dat is even... Ja, dit is ook de thematiek van je volgende boek, hè? Dus daar raken we aan. Maar ik wilde nog even twee andere dingen inbrengen in de eerste plaats. Ja, daar moeten we het maar niet te zeer over hebben. Nee, dat is wel de achtergrond van... Nee, we kunnen nog heel veel gesprekken voeren, dus hoef ook niet alles nu te doen. Maar als je nou denkt vanuit Spengler, hè, over die zijn centrale concepten van daarzijn en wachtzijn. Zijn eigenlijk van de mens bestaat voor een deel, is opgenomen in de kosmische stromen, tradities, intuïties... Dat is ook het niveau waarop je meer instinctief en snel handelt. Maar ondertussen wel vanuit gewoontevorming, hè, vanuit zo'n geïnternaliseerd ethos. En aan de andere kant dat wachtzijn, wat voor hem veel meer verband houdt met het zenuwstelsel en het nadenken. Hè. Ja, en, eigenlijk polair is zoals hij het ook noemt. Hè. Je zweeft niet zozeer in een sfeer, maar je bent juist... Subject-object. Ja, in een gespannen verhouding... Verhoud je tot de wereld en de dingen en jezelf. En die twee kanten heeft de mens, maar de moderne grootstedeling die zit dus vooral in dat hoofd. Wakker zijn, En dat vind ik zelf bij mezelf ook het vreemde aan, zeg maar, mijn wakkerheid. Dat ik juist het idee heb van dat zodra ik met mensen praat over hele moderne dingen, dat ik meer in slaap tuimel. En denk van, het is die hele moderne verbeelding bijvoorbeeld van emancipatie. Ja. Dat is ook het idee van die hermafrodite archetype dat je nu ziet. Natuurlijk heel erg een bedacht iets van ik wil een ander lichaam, want dat voelt niet goed. Maar dat is dus juist niet aanvoelen, maar juist bedenken dat je anders wil leven. Ook. Ja, dat noem ik ook. Hè. Dus dit is de opmaat naar nou, onder andere de engeestigheid van het poreuze zelf. Hè. Ja. En waarbij ik die geestelijke dimensie ook ga benadrukken. In het moderne levensgevoel, maar ook het enge. Dus ook de vernauwing, ook het angstige, ook het hypermoralistische. Ja, en in die zin heb ik dus niet... Benepenen, het geen ruimte meer hebben. Dus eigenlijk, de enggeestigheid is wat anders dan het geestige wat ruimte heeft. En dat heeft dus met die... Met die heerschappij van die denkbeelden te maken die eigenlijk los van dat lichaam komen. Ja, je hebt ook geen ruimte meer in je eigen lichaam. Het lukt je niet meer om in je eigen beperkingen te leven. En dan vlug je daar. En dat valt me op aan wat jij zegt van de tijd verschuift. Vanuit dat concept van dat verschil tussen bestaan en wakker zijn bij Spengler geredeneerd, is dat ook wel een vreemde ervaring. Ik heb het idee dat heel veel mensen die dat zeggen, dat de tijd verandert. Dat die vooral nog verder willen emanciperen. Ja. Uit het lichaam, nog rationeler, nog wetenschappelijker. Ja, nog meer robot worden. Ja, maar eigenlijk alsof ze nog denken van... ja, maar de Cartesiaanse droom van de wereld is alleen maar materie... en gaan we besturen, die dat nog meer willen. En aan de andere kant ook de romantici, die heb je dan ook natuurlijk wel. Maar jij wijst juist op die verbeeldingskracht die er nog aan ten grondslag ligt. Ja, die daaronder ligt. De dynamiek die daaronder ligt. En dat probeer ik eigenlijk ook zichtbaar te maken. Van in welke zin je dus echt met een culturele crisis te maken hebt. Dus dat die gezagscrisis niet alleen maar zo van... nou ja, jongens, we luisteren niet meer. Maar dat het echt te maken heeft met die verschuivende ordening. En dat wakker zijn, wat je dus bij woke tegenkomt, echt gebaseerd is ook, net als bij de Marxisten destijds, op bepaalde hele gefixeerde denkbeelden. Die juist bij dat stedelijke leven aansluiten. En met die grotere afstand tot dat lichaam. Dus ik zeg, die ook weer met de virtualisering van het bestaan samenhangt. Hè? Dus waarin we, zoals ik in staat van verwarring ooit heb betoogd, hè, dus ontlijven. Dus dit is je kan zeggen een disembodiment. Dus niet het belichamen, maar juist ontlijven. Ja. En dat daardoor ook in al die woke discussies, dus die taal en die symbolen een hele belangrijke plek innemen. Omdat dat eigenlijk ook het domein is in de virtualiteit. En waarin sprake is dat van het verbeelde lichaam, het lichaam dat je... zelf ook heel uitdrukkelijk ook in beeld gaat brengen. Dus met selfies, met kleurenfilters, met heel het idee van constructie... wat eigenlijk in dat milieu, in dat digitale milieu... eigenlijk onze dagelijkse realiteit is geworden. Waarin allerlei dingen ook
eigenlijk ontlijfd zijn geraakt. Nou, dat is, dus dat is het opkomst van de virtuele verbeelding en de denkbeelden. Die, dus ik gebruik die verbeeldingen eigenlijk op een hele geschakeerde manier. Ja, dit zijn de dwanggedachten van de vrijheid en de denkvrijheid. Dus het is duidelijk dat je die praktijkverbeelding behoorlijk uitwerkt in het boek. En, maar stel nou, hoe zou je nou de wakkerheid zoals we hem zelf ook proberen te volgen hier bij de Nieuwe Wereld, hoe zou je dat nou concreter kunnen maken? Want als je dus niet in die dwanggedachte van de bevrijding en de emancipatie en de ontlijving. Maar, ja. Maar hoe zou je nou zelf ook voor jezelf meer in contact kunnen komen met die met die morfische verbeeldingskracht? Ja, misschien aardig, Jelle, dat ik toch even een klein stukje lees. Want ik heb het eigenlijk gewoon beter beschreven dan dat ik het zo kan uitleggen. Nou, en dan kom maar door. Ik daar nog wel even op terug. Dus op bladzijde 161. Nu probeer ik met mijn eigen duiding van de tijd natuurlijk ook mensen wakker te maken. En meen ik ook zelf waakzaam te zijn. Dus ook wij, zeker ook de filosoof, claimt zo'n positie. Van woke, eigenlijk. Wakker. Ja? Maar op een andere manier. En de vraag is, wat is dan het verschil? Ja? Maar de vraag is ten opzichte van welke slaap ik die waakzaamheid begrijp. Want waar je over wakker, dan heb je het over slaap. Maar wat is dan die slaap? In mijn filosofisch beeldende beschrijving van deze tijd gaat het niet zozeer om het overbrengen van bepaalde denkbeelden. En geef ik ook geen causale verklaring voor bepaalde voorvallen. Evenmin is er een simpele oplossing voor de geschetste problematiek. Dit essay is vooral een poging om de complexe dynamiek van ons samenleven in beeld te brengen en de innerlijke bewogenheid ervan voelbaar te maken. Dus het is een manier van schrijven waarin je, ja, je hoopt eigenlijk dat mensen voeling krijgen met wat de dynamiek is waar ze in zitten. Dan komen we weer terug op waar we begonnen. Weet je, ja. Wat maakt nou dat ik dit zo ervaar? Of zo kijk naar mensen, naar mannen of vrouwen of naar kinderen, naar gevaar, naar ziektes. Wat maakt dat ik die blik heb? Dat is eigenlijk de vraag. Ja? Daarbij wordt de verbeelding in verschillende modi ingezet. Hè? Ik ben namelijk de stellige overtuiging toegedaan dat juist in de eenzijdige modus van het intellectuele wakker zijn, er sprake is van een gebrek aan voeling met wat er ten diepste gebeurt in onze postmoderne wereld. En vooral ook van een gebrek aan verbeelding. Wat ons nu eigenlijk bezielt. Dus dat is eigenlijk een overaanwezigheid van die denkbeelden. Dit intellectuele wakker zijn is zogezegd zelf een vorm van slaap. Ja, dus dat is eigenlijk de, omdat het is, het heeft de voeling verloren met waardoor ze zelf, in zekere zin, wordt bewogen. En dat is de, daarentegen probeer ik dromerig waakzaam de morfologische velden van ons zielenleven ervaarbaar te maken om beter zicht te krijgen op de collectieve dynamiek die ons slapenderwijs beweegt. En daar sluit ik aan bij Herakleitos. Dus we, ja, een tijd is in de ban van bepaalde denkbeelden, van bepaalde ideaalbeelden. En als ik naar die popmuziek ga of naar de films, dan probeer ik als het ware iets van die collectiviteit in beeld te brengen. Maar dat wijst dus terug op dat wat, wat ons voortdrijft, waarvan we in de ban zijn. Deze sferisch begrijpende verbeelding wil de voeling met onze eigen tijd intensiveren om zo oog te krijgen voor wat hier en nu gaande is en wat onze handelingsmogelijkheden zijn. Ja, dus dat is in abstracto. Je, en dat bedoel ik dromerig. Je kunt niet zomaar daarvan afscheid nemen. Dus het heersen van zo'n discours, het heersen van bepaalde krachten, is niet iets waar je zegt, nou ja, dan maken we zo een einde aan. Nee, dat is daar, je moet in zekere zin de speelruimte zoeken. Je kunt ook niet de computer 1, 2, 3 ongedaan maken. Het proces van ontlijving is gaande. Die virtualisering is gaande. Dat poreus worden, dat is gaande. Nou ja, je kan wel zorgen dat je er wat minder gek van wordt. Nou ja, dat je de eenzijdigheid ervan doorbreekt en dat je speelruimte creëert.
En dat is voor een deel natuurlijk waar dit boek ook voor bedoeld is. Ja, dus dat is de... Maar goed, dit is het wakker zijn. Dat je juist probeert ook te dromen. Van, in de zin van, ja, wat zijn nou de beelden waarvan wij in de ban zijn? En waar komen die vandaan? En kun je dat in beeld brengen? Nou, en daar gebruik ik dan onder andere die mythische terminologie voor. Maar in dit boek is dat nog heel, heel bescheiden. Keer terug in bijvoorbeeld, wanneer ik het heb over die leegtes van de overheid. En hoe kan het nou dat Jupiter of Zeus vroeger met die generositeit, met die volheid werd geassocieerd. Nou, dan zie je dat ja, we leven niet in een tijd waarin Zeus is verdwenen. Maar ja, wie komt daarvoor in de plaats? In deze lege plek. Je gaat terug naar de oude mythes, hè? Maar zou je kunnen zeggen dat, dat dit in het christendom ook op een bepaalde manier de strategie is? Van je zet iets naast het, de dwanggedachte van bevrijding, van modernisering, een ander instituut ernaast, dat ook bezielend probeert te zijn? Nee, maar absoluut. Ik bedoel, kijk, ik gebruik de Grieken, maar ik noemde zo even al dokter Faustus, hè? De Faust-mythe. Ja. De Faustmythe heeft ook als nadeel dat het precies de beschrijving is van de moderne mens die allemaal doorstreeft en werkt. Ja, maar, en vecht. Ook al in de middeleeuwen. Het is een middeleeuws figuur. Ja. Maar daarmee zou je kunnen zeggen dat die moderniseringsdrift begint al in de middeleeuwen. Die westerse dat is de neiging, opmaat naar. Ja, de westerse neiging tot van wil tot macht en mechanisering, die zie je denk ik absoluut al in de middeleeuwen ook. Maar. Het christendom is ook zo'n taal, ook heel dichtbij me. We hebben het hier in allerlei contexten ook over het christendom gehad. Die kan ik ook inzetten. En dat gebeurt ook wel eens her en der. Maar het is toch in zijn beeldentaal armer dan die Griekse wereld of de hindoeïstische wereld. Nou, dat is de hindoeïsme heeft natuurlijk ook een enorme, rijke mythologie. Er zijn andere sporen. Dus bijvoorbeeld, jij me ooit op gewezen, het boek Parsifal van Wolfgang van Eschenbach. Ja. Dat is een vertaling. Daar ga ik ook nog een boek over schrijven. Oh ja? Ja. Ja, heb ik toch al eens gezegd. Je hebt wel veel ambities altijd. Ik denk zullen we nog wel zien. Ja. Maar dat hoort er absoluut, als het me gegeven is. Maar waarom ik het zeg, voor de kijkers is ook, dat is wel een mooie aanrader om te lezen. Omdat het is een heel leesbaar stuk, heel leesbare mythe. Ja. Heeft ook sprookjesachtige kwaliteiten. Ja. En dan zie je dus al dat in de middeleeuwen ook al andere sporen worden gezocht van verbeeldingskracht. Ja. Die ook weer een antwoord vormen eigenlijk op die faustische drang. En waarin wel op een, denk ik, op een, wat jij dan, dromerig waakzame wijze wordt gesproken over bijvoorbeeld identiteitsvorming. Absoluut. In dat specifieke boek. Het gaat natuurlijk echt ook over een... Maar om dat te kunnen begrijpen hebben we jouw boek nodig. Maar het is wel op zich, het is een heel leesbaar boek, hè, de Parsifal. Ik heb het heel vaak... veel sprookjes zijn natuurlijk leesbaar. Ik heb een college over gegeven. Dus daarom komt dat boek. Maar ik heb een bepaalde planning dit kwam me dan weer tussendoor. Absoluut. Daar moet ik zeker nog een boek over schrijven, over de Parsifal. Dat put ik ook absoluut uit. Ja. Ja. Maar mensen moeten het ook lezen, omdat het je dus helpt om op een andere manier te kijken naar... die weer meer aansluit bij wat je wil, denk ik. Want jij stelt nu natuurlijk de diagnose over... waarom zijn die mensen in die ban van die vrijheid? En de sferische krachten daarin. Ja. Maar daar wil je natuurlijk ook aan bevrijden. Je wil er ook los van komen. Los van komen is misschien weer het verkeerde woord. Maar ik wil in ieder geval er een verhouding toe vinden. En er op de juiste wijze ergens op kunnen inspelen. En in die zin los van komen. Hè. Dus die dromerige waakzaamheid, dus die dromerigheid, die verbinding dus met die Morpheus. Proberen te zien van wat opkomt. Maar wel waakzaam.
Dus daar zit een zekere... Als ik met mijn eigen methode in de kern zou willen beschrijven, is het dat eigenlijk. Ja. Dromerig waakzaam. Maar wat is waakzaamheid eigenlijk dan? Ja, dus de ogen openhouden en het hart openhouden. Ja, dus niet, en daarmee dus kunnen zien wat er voorbij komt. En wat zich aandient. En voelen wat er gaande is. En waar je je niet door moet laten meeslepen en waardoor wel? Of... Ook om te kunnen beschrijven, om te kunnen schilderen, om te kunnen verbeelden. En daarmee ook toch ergens mensen daar ook attent op te maken. Ja. En waardoor je toch anders gaat kijken, net als degene die door heeft, hey, ik ben driftig, weet je wel. Oh, wacht even, stap terug. Het is die stap terug die je doet. Van, hey, met wiens ogen kijk ik eigenlijk? Waardoor ben ik zelf bevangen? Ja. Wat domineert nu? En ik zeg, dus al die, ja, die ophef die we zien, die heeft heel veel te maken omdat we niet meer die beweging ook terug kunnen maken. Waarin we terecht zijn gekomen. Ad, dank voor dit mini-college eigenlijk over je boek nog. Maar ook wel over een groter thema, de verbeeldingskracht. Ja. Mythes die door blijven leven in de moderniteit. We schrijven door. Jij aan Schaduwen van Vrijheid. Ben je al begonnen eigenlijk? Of? Nee, nog niet. Nee, ja, meer dan de helft ligt er al. Oh. Dus, nee. Oh, dat is heel goed nieuws. Ja, nee. Dus ik heb het echt onderbroken, zeg ik ook aan het einde. Daar is het vertrekpunt ook de ervaring echt van de coronacrisis. Nieuwe boek, ja. Ja, in de Schaduwen. Oh ja. Maar ik plaats dat meteen in een veel grotere context. Dus nou, hoe komt het dat wij op die manier reageren? En dat zit hier ook in het boek. Maar in Schaduw is dat dan nog verdiept. Ja. Mensen, dank voor het kijken. Bijzonder dank voor de patronen. Ga de Sandman kijken, Parsifal lezen, Ad's boek lezen. En we zien jullie. Beste kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.